Leon Bessie. Leon, goedemorgen met Wil van Delft van programma Delft Blauw. Goedemorgen. Leon, welkom hier in het programma. De reden dat we jou uitgenodigd is vanwege die nieuwe single En ik ben alleen vannacht. Ja, alleen ik ben zelf niet alleen vannacht hoor. Ja, dat had ik wel. Dat had ik wel. Had ik op voorhand wel een beetje begrepen, denk ik. Nou, leuk om in je show te zijn. Ja. Hartstikke tof. Leon, deze nieuwe single, het heeft weer eventjes geduurd voordat er een single weer uitkwam bij jou, hè? Dat valt mee hoor. In mei is mijn volgende single uitgekomen. Ja. En nu zijn we alweer terug met de volgende dus. Ja. Nu gaat het weer beter, was dat de vorige of niet? Ja, dat was de vorige, ja. Ja, nou, dat is Die is in mei uitgekomen en nu deze single weer. Ja. Daar heb je juist nog een fragment van gedraaid. Leon, dat wordt over het algemeen geschreven dat jij geliefd bent om jouw unieke en bijzonder vrije stem. Ja, ik weet het niet. Dat mogen de mensen zelf beoordelen. Ik doe mijn best en ik heb plezier in de muziek maken en dat probeer ik over te brengen naar de mensen. Dus, ja. Ja. Jij bent iemand die op 16-jarige leeftijd ooit al een album uitgebracht. En dat was notabene nog met Frans Bauer. Dat klopt, ja. Dat is allemaal eigenlijk tot stand gekomen, allemaal door Frans Bauer. Wij hebben vroeger heel veel samen naar talentenjachten gegaan. En toen heeft Frans mij bij zanglerares Mieke Bergen gebracht. En toen ben ik zanglessen gaan volgen. En toen heb ik mijn eerste optreden in het voorprogramma van Frans Bauer mogen doen. En daardoor is ook mijn album tot stand gekomen. Want er waren mensen in de zaal en die zagen het wel in me zitten. En toen mocht ik mijn eerste album opnemen. Ja. Hoe zit er eigenlijk precies tot stand gekomen met Frans? Was het zo'n vriendschaprelatie of wat was dat? Ja, dat was een vriendschaprelatie, ja. Mijn ouders en zijn ouders die hadden altijd al heel goed contact en toen kwamen die talentenjachten allemaal tot stand in die tijd. En hij ging als Heintje het podium op en ik als Elvis Presley. En toen gingen we door heel het land, zeg maar, Nederland, België. Ja, en toen mocht je dan op een zeker moment in het voorprogramma staan van Frans. Ja, dat is natuurlijk al een hele stap, dat zijn dan 10, zijn er 100 stappen in de goede richting. Ja, Frans en ik hebben altijd goed contact gehad en We hebben nog wel eens contact. En ik heb toen het voorprogramma mogen doen. En jaren later hebben we ook nog samen in het tv-programma van de Tros gezeten. 1000 Sterren Stralen. Dat deed Frans Bauer toen zelf presenteren. Waar ze op zoek naar de nieuwe Frans Bauer. Yeah. En toen kwam ik bij de 10 laatste finalisten. Yeah. Dus toen was het contact er ook weer. Dus. Yeah. Dus je was op zoek naar een nieuwe Frans Bauer, maar je bent het net niet geworden. Hey, ik ben tot de laatste 10 ben ik gekomen. Ja. Dus, maar het was een hele leuke ervaring dus. Ja. Ik heb weer eens gelezen, toen jij zat 15 jaar in het vak en toen heb jij ook iets samen met je dochter Sharona gedaan. Dat klopt, dat is eigenlijk kroon op mijn carrière. Ja, iets moois kun je niet maken dan een duet met je dochter natuurlijk. Ja. En dat dat voor eeuwig op plaats staat natuurlijk. Ja. Dus ja, daar ben ik destijds was ik daar trots op en nog steeds. Ja, het was toen dingen, met je Sofiaans vak zat. Nu momenteel, hoe lang ben je nu bezig met zingen, Leon? Ja, ik denk dat ik nu al een jaartje of 26 aan het zingen ben. Dat is best wel een hele tijd. En weet je dan ook precies hoeveel singles en hoeveel albums dat uitgekomen zijn voor jou? Precies hoeveel singles en albums weet ik niet precies, maar ik weet wel dat ik rond de 150 nummers nu in totaal zit, die ik opgenomen heb en op cd uitgebracht heb. Ja, is natuurlijk altijd een keuze als je ergens een optreden hebt natuurlijk. Je hebt een heel ruime keuze van repertoire waaruit je kunt putten. Ja, dat klopt. Ja, en is het dan... Maar ja, ik merk ook wel steeds dat meer de mensen gaan vragen naar oud repertoire van mij. En ja, gelukkig kan ik dat nog steeds brengen, dus als mensen vragen van dat of dat nummer, ja. En dan springen we daarop in. Ja, wat zit daar de clue dan achter? Dat ze dan meer naar het oude repertoire vragen als het heden ten dagen? Ja, ik weet het niet. Dat was echt een beetje volks en echt café muziek, zeg maar. En ik zie toch wel dat dat meer aanslaat als het andere repertoire. Maar
de nieuwe plaat, die gaat weer als speer dus. Ja, ja. Dus aan de ene kant is er dan een bepaald publiek wat je draagt op handen met het oude repertoire. Aan de andere kant wordt het nieuwe repertoire wordt dan ook gewaardeerd. Dat wordt ook gewaardeerd, ja. Maar ik heb dus die plaat van Nu gaat het weer beter ook uitgebracht. En die wordt ook hartstikke veel aangevraagd op het podium. Dus, Nu, deze nieuwe single, Ik ben Levenaard, dat is een oudje, dat is eigenlijk een oude nummer van Johnny Blanco, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. En, dat werd vroeger bij mij thuis werd daar gedraaid door mijn vader. Dat was echt een van zijn favoriete nummers. Mijn vader is 3 jaar geleden is hij overleden. En ik dacht, ik wil iets voor mijn vader doen. Wat ik destijds ook voor mijn moeder heb gedaan. Met mijn eerste single in het Nederlands. Ja. En ja, ik kwam bij dit nummer natuurlijk uit en ik heb dat in een nieuw jasje laten maken en we hebben het uitgebracht. Ja. Hoe zijn de reacties, Leon, op deze single tot nu toe? Heel goed. En de views gaan ook hartstikke goed op YouTube, dus we zijn heel tevreden. Ja. Vertel eventjes voor de luisteraars die de single niet kennen, waar gaat de tekst over, Leon? Ja, ik ben alleen vannacht, ja. Dit had ik niet verwacht. Ik ben eenzaam verdacht. Ja. Wat moet ik er meer over vertellen? Ja, het is eigenlijk gewoon een tekst die heel snel meezingt. En het kan bij iedereen voorkomen natuurlijk. Ja. Als je alleen bent verdacht. Ja. Alleen ja. Bij mij op het moment niet dus. Ja. Leon, jouw optredens, kijk, hè, want jij bent niet alleen beperkt aan Nederland. Ik heb gelezen, jij treedt ook al buiten Nederland. Liggen de boeken genoeg voor jou? Ja, ik zit ook regelmatig in Spanje, in Benidorm. Ja. En we zitten overal eigenlijk, België, Duitsland, ja, we komen overal. Ja. Zit het dus is heel breed. Ja, zit het een beetje zo de verscheidenheid, hè, wat brengt in de soort optredens wat je doet, dat je dan links en rechts ook niet alleen maar regionaal of in het Nederlands staat? Nee, natuurlijk is Elvis Presley, die zit natuurlijk bij mij heel erg in mijn repertoire. Dus dat zit er altijd wel in. En, nou, het is allemaal heel, heel verschillend altijd optreden. We passen altijd aan op het publiek zelf, zeg maar. Ja. In die 26 jaar kan ik zelf wel een beetje inschatten van wat mensen willen horen op dat moment. En ja, mensen geven het zelf ook al aan. Maar dat proberen we gewoon op in te spelen. Ja. Maar we doen ook avondvullende programma's. En daar komt natuurlijk ook gewoon bekend repertoire van andere artiesten voorbij. Ja. Terugkijkend dan op die 26 jaar tot nu toe, Leon, kun je daar zelf dik tevreden over zijn? Ja, ik ben zeker tevreden met alle mooie dingen die ik heb mee mogen maken. Ik heb natuurlijk ook dalen gekend, dus het is natuurlijk altijd wel met pieken en dalen. Maar wat ik op het moment allemaal meemaak, ja, dat heb ik eigenlijk nog niet in mijn carrière meegemaakt. En het gaat gewoon als een speer op het moment, ook met het optreden. Dus, ik ben 4-5 keer in het weekend weg, dus we hebben niet te klagen. Even voor de luisteraars die meeluisteren, zij die meer willen weten over jou, waar kunnen ze de informatie vinden? Mijn informatie is gewoon allemaal op Facebook te vinden, op mijn eigen Facebook, Leon Bessely. Daar kunnen ze altijd informatie vinden en wil ze iets vragen, ze sturen jou een mailtje, ze krijgen altijd antwoord. Ja, ik probeer altijd iedereen zelf persoonlijk te beantwoorden en anders doet mijn management dat wel. Dus er wordt altijd wel antwoord op gegeven. Ja, we gaan de single draaien, Leon. Hoofdzakelijk probeer ik wel altijd de mensen zelf te benaderen. Ja. We gaan de zingen draaien. Ik ben Levenaard. Ja, het is toch eerst een aparte titel. Hè? Ja, maar nee, dat is een aparte titel. Leon, zeg iets tegen de luisteraars die meeluisteren. En dan ga ik een single starten. Jouw laatste woord. Nou, ik wil jullie bedanken. In ieder geval voor de airplay. En ik wil de luisteraars nog veel luisterplezier toewensen. Maar dat gaat zeker wel lukken. Daar ben ik van overtuigd. Van deze geweldige radiozender. Bedankt, het gaat je goed. Tot de volgende keer, Leon. En een fijne dag. Groetjes. Hoi. Hey, dank je. Hoi. Dank je wel voor de aandacht. Hoi. Bye. Hoi.